zijn nog altijd op wintersport en vandaag bestellen wij alles van de apres-ski tent. Ik vind het wel episch, man. Ik ook, man. Zo'n constructie die dit kan. Wat een dag, zeg. We hebben een topdagje. Ja, vandaag bestellen wij dus alles van de apres-ski tent. We hebben allemaal onze eigen verschillende menukaart waarop 6 gangen staan. Waarbij we dus elke gang allemaal een verschillend gerecht met een verschillend drankje krijgen. Degene die alle 6 de gangen op weet te eten is de absolute winnaar. En voor de mensen die dat niet lukt, is er een straf. En hoe eerder je afgaat, hoe kutter die straf. Goed, jongens. Ik heb hier de 5 menus. Ik heb deze gepakt. Dat zijn 4 kaarten dit keer niet. Ik heb hier geen gevoel bij. Oh. Dus ik zie nu wat ik de hele dag ga moeten eten. En drinken. Nou, wat ik de hele dag moet eten en drinken is het volgende. Voorgerecht, een burrata. Sorry, wat bedoel je? Een burrata. Voorspijzen. Maar ik spreek Duits, dus ik vertaal het alvast voor jullie. Voor als jullie het niet begrijpen. Daar hebben we de hauptspijze. 1. Zwiebelrostbraten. Snack, bitterballen, die ken ik. Hauptspeise 2. Wild ragu, pizza, pizza margarita en een dessertje. Een lekkere keizersmaak. Hij heeft echt een hele lekkere kaart. Oké, mijn menu. Nou ja, zeg. Ik zie vitella tonnata. Lekker. Ik zie green oat burger. Oh, eigenlijk best wel lekker. En je favoriet, een pizza calzone. Een schinken kazentoast. Dat is tosti. Een tosti. Ik heb rundersoep als voorgerecht. Verdamme. Wiener schnitzel, veggie wings. Maar wel curryworst. Curryworst, pizza bella. Dat klinkt als vegetarisch. Ik heb precies wat alle kutselijzen die ik kan krijgen. Je hebt een vegakaart bijna. Hij heeft rundersoep, dus niet echt vegan. Wiener is niet zo. Wiener ook niet. Hey, mag ik wat vragen? Nee. Ik heb op mijn kaart staan als voorgerecht een goulashsoep. Hij gaat ruften, jongen. Hij gaat echt ruften. Het is maar goed op de dag ook. Daarna een umbrella burger. Dan een salad chouchou. Een cordon bleu. Een pizza diavolo. Dat is wel mijn favoriete pizza. En een tiramisu. Een appelspriet. Ja, recht onder de bako. Oké, ik heb beef tartare als voorgerecht. Heerlijk. Dan een Tiroler Grustel als eerste hoofdgerecht. Ja. Ik begin trouwens met een beef tartare met een glas melk. Dan heb ik een hotdog, een lauwwarme octopus salade, een pizza geniale. Nou, ze weten natuurlijk aan wie ze begrepen hebben. En een choco triologie. Zullen we de bestelling doorgeven? Ja, tijd voor het voorgerecht. Ja, oké. Okay. Ik neem eerst even een slokje melk. Ik ben benieuwd wat dit is, man. Gadver, wat een vieze melk, zeg. Mm. Hier zie ik dus echt zwaar tegenop. Ik vind dat echt ranzig, man. Dit is een soort kassa zonder prik. Jullie maken je geen zorgen om het feit dat Roel nu een goulashsoep zit weg te beuken. Ik ben met name heel blij dat hij niet de beef tartare heeft. Maar elk van deze 5 gerechten zal Roel scheten gaan laten. Hij moet echt geen flikken wat ik eet. Nee. Hoeveel denken jullie dat de gemiddelde mens scheet laat per dag? Ik denk op 3. Ik denk ook 5 of zo. Ja, flikker op, ik denk 25. Ik denk ook 10 of zo. Zelf zou ik zeggen 10 of zo. Ik denk dat het allemaal 12 is. Dat is 20. 20? Zit ik gewoon weer dichtbij. Hey Miel, hoe smaakt het? Ja, kijk. Het heeft niet zoveel smaak. Het is een soort olijfolie met daarin spaghetti slierte. Op. Mooi hè, de piste. Zijn er ook gewoon andere mensen aan het eten onder ons? Hè? Oh ja, Erik, nu zie ik het ook. Ik heb zoveel flappen van dat vlees. Holy fuck. Kijk, komen er nog even een paar van die hamflappen. Ik heb gewoon een kilo kipfilet. Of wat is dit? Rund. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Ik eet hem zoals de Italianen eten. Dan moet je met een vork en een rooi. Man. Maar ik blijf lachen. Er is een anti-sniplaag onder je tapijtje in de woonkamer. Ik heb een brandwond door het tapijt. Huh? Ja, nou, ik moest Koen toen redden uit de sauna, uit onze eerste wintersportvideo. En toen, die onderkant, die heeft mij een brandwond gegeven. Kom, het stikt denk ik zo. Oh, het is wel warm, ja. En dat scheelt niet veel, of mijn tatoeage was ineens heel lelijk geworden. Hou me in, hou me in. Hou je. Dit was echt een lekkere ronde, man. Nou, voor jou wel, ja. Ik vind het echt de meest ranzige ronde die ik ooit bij elke etenwedstrijd heb gegeten. Bouillon. Ja, ik vind het vieze goed. Dit is waar ze normaal je friet in frituren. Ja, maar dan zuip ik nog niet dat los op. Dat is ook vies. Het zit toch helemaal ingezogen in alles wat jij eet. Ja, maar ja, dat is toch iets heel anders dan gewoon zo dit. Zo. Kijk dit dan. Zet hem aan je mond en drink hem in één keer weg. Ja, dat vind ik echt ranzig. Dat kan ik niet. Teugen weg, teugen weg, teugen. Die smaak is ook ranzig, man. Ik kan ook geen soep eten. Nee, niet, want je kan het niet drinken, want er zitten allemaal van die grote stukken ongekookte spaghetti in. Dat is toch soep? Ja, dan doe ik dit. Dan heb ik een hele lepel vol. Doe dit. Dan moet je die lepel toch recht houden? Je moet hem toch niet naar de achterkant zetten? Dan komt er niet mijn mappel in! Dan nog gefeliciteerd, ik haal al die shit er gewoon uit. Ik haal nu allemaal op je vork, op je lepel. Ik kan het toch wel eten? Ja, ik pak het toch zo? Dan haal ik die nu. Omdat ik dan eerst even dat drinken weg hebben. Dat eten smaakt niet uit, dat smaakt precies naar die bouillon. Dat is niet... Nee, dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Dit is echt heel ranzig, zeg. Ik heb een heerlijke appelsap. Dit voelt nou echt alsof we gewoon echt een dagje uit zijn weer met z'n allen. Ja. Nee, maar eerlijk, een video met deze achtergrond, dat doet niemand ons na, toch? We kunnen deze achtergrond misschien wel even in onze story zetten, gewoon clean. Dat mensen hem ook op de telefoon kunnen gebruiken. Ja. Kijk, mensen, Rob, maak hem nu. Niet met de reling erbij. Oh, dit is een selfie. Die kunnen we ook posten eventueel. Die posten we ook, mogen jullie kiezen. Maak er zeker 2, hè? Ja, heel goed, heel goed.
Wat kijk je mij boos aan? Ik ben niet boos. Ben je boos, pluk een roos. Zet hem op je hoed. Die ken ik niet. Is morgen alles weer? Goed. Ja, dat is ook zo, mensen. Positiviteit. Wij focussen alleen maar op positiviteit. Wij zijn een positief kanaal. De leven speelt de spatten vanaf bij jou. Wie niet? Had iemand iets met alcohol? Mij niet, denk ik niet. Ja? Met alcohol? Ik doe het verschil niet eens meer tussen alcohol en niet. Ik zit in zo'n vergestorven stadium alcoholisme. Dat is een beetje wintersport, een beetje doet, jongen. Nou, goed, het volgende recht zit erop. Op naar het eerste. Oh, lekker. Gadverdomme. Nee, moet dat nou midden door die tekst heen? Dat wordt ook prima naar dat brilletje. Je ziet er echt uit als een denker. Zo'n Gandhi, de kunstenaar. De Dalai Lama. De Dalai Lama. Ja, dankjewel, lief allemaal. Wat de koolhydraten zitten op mijn bord houden. Ik heb dit dus gisteren gegeten. En? Ja, ik vind het echt super lekker. Maar ik denk oprecht, ik heb die schnitzel, die is lekker. Weet niet, dat ik het alles slecht getroffen heb. Dit. Bier met cola gemengd. Je zijn wel jouw twee favoriete dingen. Dus waarom zou het niet lekker zijn? Ja, ja, ja. Oh, hij is fan. Het is heel gek. Ja, ik zou willen dat jullie een slok mogen nemen, maar dat mag niet. Ik denk dat ik dit het allerlekkerste soort bier vind. Jongens, wanneer heb je voor het laatst gehaald? De laatste keer denk ik in de caravan toen Koen zei dat hij me niet miste. Dat vond hij echt niet leuk. Ben jij die caravan zitten huilen? Ja, afgekken tegelijk. En goenen. Dat is zeg maar dat je zo lang het edge bent dat je een soort trance komt. En dat heet goenen. Heb je dat ooit gehad? Ja, de caravan doe ik het huilen wat. Luister je wel naar wat ik zeg. Roel, volgens mij ben jij op seksueel gebied een heel raar mannetje. Echt zo eentje die van die dingen doet waarvan iedereen denkt, wacht even, dit is gewoon niet eens meer... Dat je echt heel diep op het internet zoeken wat dat betekent. Het is niet eens meer stout, het is gewoon heel raar gewoon. De vrouwtjes smullen ervan. De vrouwtjes smullen ervan, ja. De vrouwtjes. Ja, ik heb wel meer dan één bedpartner gehad, man. Pik je die? Ik wil niet stoken, maar ik zou niet pikken. Ja, dat klopt niet. Ik heb toch een bodycount van 2. Ik heb het toch wel duidelijk gezegd in mijn muziek. Hij heeft wel duidelijk gezegd in zijn muziek. Klopt, ja. En jij bent een man die uit je emoties door middel van je muziek. Ik probeer muziek een verhaal te vertellen. Dit is het verhaal wat je dus vaak niet ziet bij wintersport. Maar dit is ook een kant die belicht moet worden. Van hoe ga je aan je koolhydraten komen? Culinaire aspect. Hoe hou je het gezond? En niet omheen praten, joh. Oude bonklul. Dat is een bonklul. Ik vind het een lief koosnaampje voor me. Bonklul. Voor mensen die denken, heeft die jongen al gegeten? Was een spaghetti bolognese? Heeft die gewoon als een beetje door elkaar geroerd? Nee, ik zit al anderhalf uur te kaden. Ik vind die sachetjes, vind ik echt mensonterend. Misschien kun je er een nieuwe outfit op passeren, Koen. Dit snap ik niet. Leuk grap, een oude bonklul. Roels nieuwe copingmechanisme is maar gewoon zeggen dat hij gewoon een leuke naam vindt. Het is toch ook een leuke naam? Het is sowieso een leukere naam dan Raoul. Wat vinden jullie de leukste naam van ons? Ik zou oprecht zeggen Raoul. Ik vind Raoul ook leuk. Ik vind Milo ook wel een leuke naam, hoor. Ja, ik heb hem een hondennaam. Ja? Ik vind het Robbie. Ja, dat is een slechte. Robbie. Oh, jij hebt Koen. Zo heet je 7 miljoen andere mensen in Nederland. Lekker boeiend. Matthias? Ja, dat is helemaal geen naam. Dat is niet. Ja, maar ik heb nu Matti, hè. Ik verbaster ik. Okay. Ik vind Matti wel een fijne naam. Ik vind het wel een beetje popiopie. Ja, tuur. Ja. Het past niet bij jouw persoonlijkheid. Oh, ik zit helemaal vol, man. Een stralen troost. De volgende ronde is een snackronde. Zo kleiner zijn. Bro, een snacker is een hotdog. Dan weet ik het alweer. Dan wordt het zo'n bokworst, hè. Dat wordt zo'n unit. Is dat familie van? De oude bokwil. De oude bokwil. Hey, je doet het wel goed, Roel. Je ligt wel. Ik vind het echt lekker, man. Ik was vroeger bang voor de. Kennen jullie de vrouw wel, hè? Voor bij de spaghetti monster. Bij die spaghetti monster. Daar had ik echt nachtmerries van. Daar heb ik nooit meer nachtmerries gehad. Daar ben ik echt een man door geworden. Ik normaal wel spaghetti, maar is het echt een trauma? Nee, ik vind spaghetti die slingen vind ik stom, man. Ik heb veel liever pennen. Van prik, 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 tjoep. Ik was altijd bang voor de baron, omdat ik bang was dat ze mijn grote helden heeft. En dan had ik een aftrekmateriaal. Dat filmpje wat je laatst kreeg, dat kan er natuurlijk nooit in. Maar nee. Nou, dan lopen Bas en Aria een grot in en ze. Oh ja. Ja, volgens mij is het hier. Volgens mij is het hier. Ja, volgens mij is het hier. En dan is er maar volgende shot. Nou, dat er een soort groepseks is in een van de groepen. Kijk daar eens. Dat is zo mooi. Dat zag er echt realistisch uit. Heel goed uit. Nou, ik breng even de sla aan. Je ziet er helemaal niet van. We hebben hem gevonden! Ik vond deze. Oude bonklul staat ik toe. Ik vond deze. Vond ik eigenlijk heel niet. Ik vond hem veel minder erg dan ik had verwacht. Als jullie thuis mensen denken, nou, ik heb een keer zin in een gek drankje, doe gewoon een biertje met heel veel cola erbij. Waarom krijg je hier 1 tomaat bij? Een kwart tomaat. Maar hier zit ook heb je een kwart aan mij hier. En die andere aan mij. Ik had ook 1 kwartje. Waarom krijgt iedereen een kwart tomaat? Jij zit er echt zo bij? Die dikke jas aan? Die dik. In Amsterdamse kapsel? Wat doe ik hier? Je bent hier nou al een week en je komt nog helemaal niet in de wintersportfight. Nee, ik denk ook dat ik die afslag gemist heb. Ik vind alleen de natuur vind ik mooi. Daar geniet ik wel echt van. Kijk, laat me duidelijk maken. Het is niet vies. Maar ik zou het ook nooit bestellen.
Ik heb niet gelukt met mijn kaartje. Wat heb jij dan zo als snack? Ik heb als snack. Oh, die tosti, dat is heel klein. Dat motiveert mij. Op. Lekker man. Ja, goed jongen. Boeren brengen hun hoofd naar het bord. Echt een nette mensen, ben je met een eten naar het hoofd. Jij eet echt als een boer. En met een elleboog op tafel. Nou, als je dat bij mij thuis, dan krijg je echt een mesje. Maar als je je vork toch al in deze hand hebt, dan dat zou je. Hoe hou je zo je vork van? Hij eet zo. Nee, hij eet niet zo. Want dat zou nog een beetje oké. Hij eet zo. Probeer eens netjes te eten. Probeer eens gewoon netjes te eten. En hoe heb jij nou je vork van? Is het niet netjes? Je hebt hem zo. Bro. Heb hem tussen twee vingers. Zo, laat hem leunen op je middelvinger. Is dit goed zo? Ja, goed zo, ja. Ik ben klaar. Dat tomaatje moet nog wel op. Ik heb een flashback van 3 jaar geleden dat ik opgesloten zat in Casa de Hudson in mijn eigen kamer en dat jullie mij eten kwamen brengen omdat ik in quarantaine zat door corona. We hadden het er net nog over. Jullie waren echt super lief toen voor mij. Toen kwamen jullie mij allemaal eten brengen en zo. Nou ja, eigenlijk vooral hoe, maar jullie waren er ook. Oh, ik ook hoor. Nee, we waren wel lief, maar met name doodsbang. Het was een rare tijd. Ja, ja. Nee hoor. Heel raar. Dat was ik gezellig daar op die kamer. Toen kwam een klein broertje uit. Nee, die hele periode. Dat is dus hier begonnen inderdaad. Was het niet bij carnaval? Ja, samen. Carnaval en wintersport. Ja. Jij als buitenstaander, heb je dat de wintersporters kwalijk genomen? Ik vond het allemaal prima wat mensen doen. Ik kwam toch mijn huis niet uit. Het leven speelt zich niet echt af in de fysieke wereld, maar meer in mijn eigen hoofd. Jullie kunnen natuurlijk om lachen, maar uiteindelijk, het zit wel in je hoofd. Ook hoe je alles ziet, ervaart. En jij bent de laatste tijd in je hoofd niet heel blij meer, toch? Ik heb je al 5 dagen niet meer zien lachen. Poep Jan. Ja, die vond je wel echt goed. Stel dat mensen thuis klaar zijn met deze grap, of niet? Bro, ik heb mijn carrière opgebouwd om 5 jaar lang Ronnie Jans grappen te maken. Niemand eruit hebben uitgekeken. Ja, hallo broer. Goed, ik doe even kops, hè. Het gaat niet goed met jou, hè? Nee. Of niet? Ik heb hem echt stikkel. Oh, we zijn 24 uur later. Maar daar is hij dan. Mijn laatste hap. Op naar de snack. Ronde 3. Ik heb een lekkere tosti, ik ben geblest. Dat drinken trouwens, dat vind ik wel aantrekkelijk uitzien. Vliegend hertje en 2 vlugel. Zullen we alvast met z'n allen een vlugeltje doen? Ja, Roel. Jij wil helemaal niks. Ik zit aan de Advil en de paracetamol en dan ga ik nu drinken. Dat is helemaal niet allemaal. Hij smaakt goed. Heerlijk. Hij smaakt echt goed en koud. Hoe zou dit zijn? Een veggie wing. Ja, ja, je gaat natuurlijk weer door zo op het vies, want die zijn gewoon lekker, man. Godverdamme. Geitje. Ik vind het wel best aardig, ja. Een beetje kibbelen, lijkt. Jij opent je voor de nieuwe wereld. Van elektrische auto's tot aan vegetarische eten. S**t met je s**tje. Zeker. Hey, al bokkelen, hoe gaat het ermee? Ik eet geen tonijnsalade. Dat gaat kosten. Nee, maar die zitten heel veel andere smaken bij. Die smaak wordt heel erg gemaskeerd. Je kan toch op zijn minst proberen even. Wat ga je ruilen? Spel niet. Oh, nu als je een heel klein stukje probeert met allemaal andere. Met de geur alleen al ga ik over een kier. Je bent dus ook nooit. Nee, daarom baf ik. Ja, ik moet even bijkomen. Ja, Miel, je kan zo doen. We kunnen ook allemaal sudokus gaan maken. Ben jij even rond de 2 eruit? Ruimte zat. Saté! Wie heeft suiker om bijvoorbeeld? Mevrouw Suikerbuik. Melanie die Suikerbuik. Hoe lang bestaat suiker al? Hoe, dat weet jij. Heel lang, maar het is pas toen we wisten. Oké, de hotdog. Eerste indruk? Bijna barven. Wie heeft worst bedacht? Wanneer is worst uitgevoerd? De eerste man die naar beneden keek. Misschien was ik ook klein geschapen. Jij bent klaar. Ja, de versiering eet ik niet op. Ik heb een tosti besteld, geen versiering. Als ik versiering al besteld, ging naar de intratuin. Vind je dit dan allemaal? Met dit allemaal helemaal zo heen? Ook allemaal versiering? Het hoort er wel bij. Ah, wat vind ik dan wel roosgerecht? Dat is alleen maar versiering. Oh, hoe heet het ook alweer? Salatenschotel of zo? Salatenschotel. Dus een salatensleutel. Heb ik gedaan, Rob? Hé, maar jij gaat lekker. Wow. Jij hebt 2 dingen op, toch nu? Ja, ik ga zo pato. Ja, ik zie de comments alweer. Maar dit is dus wel, normaal gesproken bij die alles bestellen van, kan je dus gewoon zeggen van, oké, ja, nu heb ik dus moeite, dus ga ik nu iets kleins nemen. Benadeel je de rest. Nu moet je leveren. Ik heb een vraag voor als. Stel, ik zou opgeven. Dat is geen optie. Mag ik dan nog wel meedrinken de volgende rond? Doe dat. Dat wel. Drinken mag altijd voor mij. No, hiki. Hey. Wat doe jij nou? Moest op elkaar wachten. Daar gaat het niet om. Jij doet dit, gieten hierin. Dat is echt alsof je hier gewoon bij de koningin op bezoek komt. Je poept gewoon in je spiegel overal, inclusief haar gezicht. Dat is een schande. Vinden jullie het erg dat ik even ga plassen? Als je hier of op de wc? Nee, beneden. Oké, nee, dat niet. Even samenvattend. Misschien wat cultureel meest belangrijk voor alle Oostenrijkers. Lapje aan je laars. Om vervolgens tijdens ons eten heel asociaal naar beneden te gaan. Wil je mijn laarzen zien? Hoppakeetje. Die laarzen, ouwe. Die man. Hij verdient echt veel geld. Ja, heel veel. En dan gaat hij naar de Decathlon, omdat er winst wordt gedaan en dan koopt hij de allergoedkoopste dingen die er zijn. Zelfs al was het allergoedkoopste van de winkel, had ik niet die jas meegenomen. Hey, zullen wij deze samen doen? Ik heb er wel zin in. Ja, dus ik doe een lip onder de jager. Ja, je moet die jager eigenlijk goed drinken dan.
Mannen, proost. Laat het maken. Heerlijk. Heerlijk. Dat vind ik zo lekker. Dit is echt een oppeppertje. Gaat dat dan door schenken? Oei, hier klapt er even eentje binnen, zie. Ja, vooral dat ik hier naar een bako moet. Dat is precies waar het maandag fout ging. Een jegerbom met een bako. Heb je al afgekwakt deze week? Zeker. Hoe vaak? Eén keer. Maar waar heb je dat gedaan? Douchegebouw van de camping. Mat, heb jij deze week al afgetrokken? Nee. Mat, of ze zijn afgelopen jaar die afgetrokken? Wat? Ik ga in het douchegebouw van de camping. Ik heb nee, dat, dat is ook echt heel niet fris voor die andere mensen. Maar ik heb het toch opgeruimd. Dat zijn echt geen mensen die hier slapen. Miel, is een beetje door. Ja, voor mij... Ik denk nog aardig voor op de zwakste hoede van deze ronde. Dus ik doe er rustig aan. Ja, maar ik heb het gevoel dat ik dat even laat zakken, dan ben ik er zo. Maar hoe lang? Is een Chinees. Ja. En wie? Zoveel, ja. Hey jongens, ik heb slecht nieuws. Voor zowel de kijker thuis, jij de kijker, als voor jullie. En ook voor mezelf, vrees ik. Ik krijg het niet weg. Je hebt toch weer twee gerechten. Ja. Misschien kunnen we even die meme erin dat best klappen. Slow clap. En misschien daarna deze. Maar er zit er geen consequentie aan dan? Lijkt me wel, toch? Je moet nu van de piste afgegooid worden. Dit is zwarte piste met die blauwe sleutel. Of wij mogen jouw Instagram profiel foto voor de komende... Hoeveel rondes heb je niet gehaald? Vier rondes niet gehaald. Een douchende aapje. Ja, dat douchende aapje. Dus op het moment dat deze vier online komt, heb ik dus 4 weken een profielfoto. Ja, je hebt 4 rondes niet gehaald. Cool. Maar dus als je bij de volgende afgaat, dan 3 weken. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat klopt. En de volgende ronde is de tweede overweek. De ronde 4. Oh, wat is dat? Worst, wat is dat? Wat is dat gele poeder? Hoor? Currypoeder. Curry? Ja, dat denk ik dat curry wordt. Daar komt curry vandaan, snap je? Van curry. Hé, hey, nu snap ik hem. Ik wil je bedanken dat ondanks dat ik dus af ben en ik straks de komende 4 weken met waarschijnlijk een soort smiegel op de profielfoto rondloop. Maar ik vind het tof van jullie dat ik wel mee mag drinken. Hallo, voetmaatjes. Dit is een cross-section van de oatmeal burger. Groene havenburger. Die zal vast lekker smaken. Hij wil natuurlijk lekker. De groene havenburger. Die van mij kan me niet bekoren. Roel uit smaken. Even niet zo goed, man. Oké. Okay. Nou, het is echt deze kant. Het is die... Door de zon. Jij hebt al de lekkers van iedereen. Dit is natuurlijk gewoon heerlijk. Het is wel lekker, alleen ik kan niet. Oude boklul. Kom op. Oude boklul. Wat krijg je nou weer? Spijt dat ik tepels. Alsof ik aan het zit, jongen. Het gaat niet goed met de oude boklul. Dit is een ranzig beeld. Warm, man. Ik weet niet. 7 euro. Ik vind dat moet je het over hebben. Ja, dan moet je in je blote lul gaan zitten. Oude boklul. Al de eetlust verdwijnt gewoon omdat ik gewoon naar dit moet kijken. Ik vind al die bijshit van die gekke zooien wel... Dit is echt een douchegedachte. Jij denkt alleen maar onder de douche, eigenlijk alleen maar naakt blijven. Eén naakt blijven natuurlijk, hè. Eén naakt, jij bent loyaal. Je denkt alleen maar aan je zusje. Ja, zeker. Mijn naakte zusje, mijn naakte zusje, mijn naakte zusje. Het is altijd taai, hè. Zover in de game, zo'n vegaburger. Ja, dit is een grasserige smaak. Het verteert ook niet lekker makkelijk. Deze trui is dus gebreid door de oma van Maffie. Maar er zaten eerst 2 enorme bollingen in de dingen, wat ze heet met die grote net die erin gehangen heeft. Ah, nee. Nee, ik kan er geen grap over maken, want Mats zijn oma is een oud collega van mijn stiefmoeder. Klopt echt. Dat weet je niet. Klopt echt. Maar dat is mijn stiefoma en zijn stiefmoeder. Ja, hij is zijn stiefoma een jong. Of zijn stiefmoeder heel oud. Of er werken mensen van meerdere leeftijden op het kantoor. We hebben nog nooit over jij oma gefantaseerd. Ja, dit is stiefoma, mag wel. Oh, stepgrandma. Stepgranny. Stepgranny. Why you have zulke grote hele grote rode kwarkzakken met heel veel melk erin? Oh no, I'm stuck in a green neck, bruh. Kijk, dat wil ik net zeggen. Roel, je bent een strijder, vriend. Gelukkig mag je zo nog een hele pizza. Hey, yeah. Maar, smaakt een beetje. Oké. Okay. Nu moet je kijken of Roel speelt een stoppertje. Ja, Roel, ik zie je daar achter de tafel. Heb jij selfies van je eigen lichaam op je telefoon, Roel? Ja, om progressie te... Mogen wij die zien? Nee, het zijn pikfoto's ook. Ik neem eens in 3 maanden neem een foto om te kijken of we progressie... Dat vind ik bijna. Zijn dan gewoon zo? Zijn je echt zo? Nou, mijn blik is wel neutraal, maar je staat wel een beetje gedraaid om te schuilen. Jongens, vergeet ook niet even te genieten. Ah, we vergeten bijna te genieten. Dit is wel echt een magisch iets. Tyfus Mogol.
Ze is niet aan te kijken. Toch even in. Voor een sixpackie. Ik heb nooit in mijn leven niet een sixpack gevoeld bij mezelf. Dat heeft wel iedereen. Als jij je buik weer aanspant, voel je dan dat er wel iets hard zit? Of is het gewoon... Nee. Ik heb dat wel gehad over vroeger. Hoi, ik ben Milo en nu heb ik een sixpack, maar over 10 jaar ben ik een dik vies vet varken. Laatste slokje, kom op nou. Ja. Juist. And we're still in the game. Hey. Ronde 5. Daar liggen ze dan. Pizzaatje. Tje, in de behoorlijke pizza. Ik zie meer op tegen dat de bel Hugo die ik heb dan tegen die pizza. Aperol Spritz is misschien wel het allerlekkerste van de hele wereld. Oh, voor mij is het die naasje. Hallo mensen! Ik heb een proseccootje. Goed, pizza, pepperoni, jalapeno's, kaas, vet en... Oude Boklo, kom terug. Wel? Jongens, ik wil even iets aan jullie vragen. Stel, ik geef nu op. Wat wordt dan de komende 2 weken op mijn profielfoto op Instagram? Gaan we trouwens volgen? Bodyguard Paul. Ik zou ook zeggen Bodyguard Paul. En van die goede T-letters, please come back. Maar wat doen we op onze profielfoto dan? Even die selfiefoto's voor jou, van je lichaam. Nee, want dan ga je dan nog met flex over. Ik ga sowieso flexen met spiegelfoto, want heb je mijn lichaam gezien. Ja. Ik ga eerst mijn Aperol Spritz opdrinken en dan ga ik kijken of ik zin heb in de pizza. Dat is wel fris. Maar ja, ik vind het ook fris worden. Dat is ook wintersport, hè, jongens. Ik zit lekker te genieten van mijn Hugo. Snolle duzel! Lekker fris drankje. Dan ga ik ernaast kijken of ik een jongen van 6 jaar ouder kan neuken. Zullen we zoenen? Kusje geven? Nee. Zie je, dat voelt toch eigenlijk wel lekker? Je zegt dat je zoont voor de meme zoekt, maar je zoent echt gewoon vies. Je doet gewoon je best. Kijk even die lippen van die gast. De lippen zijn ook krakkeleer, vieze, vieze krakkeleer. Heel droog. Hey, ik heb het koud, man. Ik ga mijn jas aantrekken. Ik heb het aardig fris. Kan jij uit mijn jas die daar hangt, uit de rechter borstzak mijn muts pakken? Welke zak zei je? In een van de borstzakken. Bruh. Oh, zeer fris. Zeer fris. En hier door! Het is nog wel veel. Jij hebt het nog even. Ja, maar op een gegeven moment is de lol er vanaf. Ja, bro. Wat een vieze visboer. De visboer. Vesse vis. Godverdamme. Kijk wat die daar weer vooruit. Oh mijn god. Het is al in mijn mond geweest en het is toch niet vies. Voel je het anders niet? Ja, een beetje zandachtig. Oh. Nou, nu het grote moment. Nu gaat hij een keuze maken. Ik red het niet meer. Ik zat net te poepen en toen dacht ik, nou, ik heb gepoept, misschien ben ik wat leger. Was niet het geval. Ik heb er geen hap genomen, man. Ik zit helemaal propvol en ik ga niet redden. Laatste stukje pizza. Wat is dat wit? Is dat een gepocheerd ei? Mascarpone. Mascarpone. Zullen we een keer boodschappenlijstje eetwedstrijd van Ron Jansen door de hele boodschappenlijstje? Van het papier. Ja, dat is dan voor de daad. Als zilvervlies even meer graan met rijst, houdbare pasta, ontbijtkoek, smeerkoek, smeerkaas, smeerpasta. Hij smeert behoorlijk veel, zo te horen. Hé, jongens. Goed, dan, die is op. En nou eens kijken. Jij bent definitief gestopt. Ja, ik kan het niet. Jij hierop. Ik moet terugkomen. Geef je definitief op? Ik geef definitief op, ja. Nou, ik vind het wel echt heel erg teleurstellend. Ik ook, man. De 3 man niet eens de laatste ronde halen. De zwaar teleurstellend hier. En jij, jongen. Wat ga jij doen? Ik ga echt bad, man. Ik kan het niet meer opeten. En dan zal het toch niet dat Milo het als enige haalt? Wat ben je aan het doen? Je bent niet eens in beeld nu, hè? Dat snap je, hè? Kijk, en daarom ben ik dus niet aan mijn pizza begonnen. Pak mijn hand, jongen. Trek je overheid. We gaan er samen voor. Ik wil even liggen nog. Even liggen nog? Even uitbuiken. Kom, pak mijn hand. Winnaars geven nooit op. Ik kap ermee. Wat? Ik kan er niet meer op. What the fuck? Ik zit op. Ja, ik schiet omhoog. Elke keer. Jullie allemaal definitief? Nee, ik niet. Ik ga er even door. Ben je het echt zeker, man? Ja, ik weet het zeker. Laten we jou nog even nog een gala voorstelling geven van de finale die naar binnen beukt. Appelsnoedel bedoel je? Ja hoor, die beukt ze naar binnen. Ja, ik heb er echt wel zin in. Misschien kun jij even dan even zeggen dat we naar de volgende ronde gaan. We gaan naar de laatste ronde. Hey. Ronde 5! Het gekke is dus dat ik nu in de laatste ronde zit en qua eten helemaal geen probleem heb. Die afvalsoedel heerlijk, daar heb ik echt zin in. Maar deze, daar hou ik niet van. Kokend hete thee. Ja, die rum vind ik lekker, maar die thee. Maar hoe kan je thee niet lekker vinden? Bro, het is thee. Ja, ik zou niet weten hoe ik dit nu moet doen. Een theezakje? Als een, dan moet ik dan, moet je dat dan doen en dan af en toe water erbij drinken. Maar dan doe ik dit erin en hoe sterk moet dat dan zijn? Gewoon laat gewoon hangen, joh. Hoe sterk je zelf wil. Maar gewoon laten hangen, joh. Maar wij zijn je nu oprecht aan het uitleggen hoe een zakje thee werkt. Ja. Rum. Want dat is namelijk thee met rum. Zal ik nog iets van dit erin flikkeren? Suiker. Een heel zakje. Bruh. Ja, het zal wel weer.
Nou, doen we het even zo. Je ziet het ook niet aankomen. Nou, ging maar weg. Nou, neem lekker een slok. Neem niet roem. Ik vind het lekker. Gaat wel, maar het is meer zoet. Dat had u echt niet. Het zal ons dan niet verbazen dat hij het hele menu kleert in zijn eentje. En dat wij gewoon mijlen ver achter eindigen. Er moet iets meer suiker erbij. Ik vind hem een beetje chemisch worden. Zo. Honing vind ik nou zo heerlijk. Goh. Ja, maar dat vind ik ook echt een mooi product. Dat is gewoon iets wat gewoon een dier gewoon direct maakt. Net als melk. Dat vind ik ook mooi. En kaas. Dat is dus niet waar. Welk dier maakt nou kaas? Ik vind wel een appelstoeltje om de dag mee af te sluiten. Dat is nou echt typisch wintersport. Wat is... Maar ik vind het zo bijzonder, wat ik speels gemaakt, zo'n hele flapkoekje toch nog in gaat in de laatste ronde. Wat is dit? Wat doen jullie nou in? Melk. Dat vind je toch een mooi product, zeker? Nou, Yogi? Dit is van een ranzigheid! Maar niet opdrinken is af, hè? Oh, wacht, ineens is het spel veranderd. Jullie mogen alles in mijn glas gooien en als ik het niet opdrink, ben ik alsnog af. Ja. Schuik het op. Ik moet bijna nek houden. Doe dat. Zorg dat je klaar hebt op je vorkje bij de volgende slok. Zou je misschien het vorkje over mij voor kunnen vasthouden? Fucking mogol! Lekker! Hij doet het weer! Het fenomeen! Champ, waar we toe? Het geintje van de wintersport. Krijg maar niet klein, alles in mijn glas gooien, hè, jij? Ik weet niks. Jawel, met die prosecco, alsof ik het niet gezien heb. Nou, ik hoorde het net buiten de kamer. Ik had het echt niet gezien. En toch weet je echt heel erg met de druk om te gaan. Kijk, mensen verwachten het, maar die verwachtingen naleven. Het kan alleen maar tegenvallen als mensen iets van je verwachten. En dat geeft druk. Dit was alles van de menukaart van de Appelski-tent. Ga nu naar onze Instagrams om te kijken welke profielfoto's wij voor elkaar hebben ingesteld. Doei!